En ik raakte bevriend met die gasten. Nou, ik werkte niet meer achter de bar. Tenminste, niet meer iedere week. Dus ik had ook tijd om een keer te gaan stappen. Ik ging met dat soort jongens stappen. En ook af en toe weer eens met mijn eigen vrienden. Niet Wesley, maar Frans. Ging trouwen. En ik mocht mee op zijn vrijgezellenfeest. Ja, als je in de horeca werkt, ben je niet zo van de vrijgezellenfeesten. Dat was mijn eerste vrijgezellenfeest ooit. Ik weet niet, zijn er mensen die, nou ja, waarschijnlijk voor corona, maar iemand recent nog een vrijgezellenfeest gevierd? Oké, tot zover de interactie, ja. Zijn er mensen met trouwplannen? Ook niet. Nou, iemand van plan om te scheiden dan? Wat raar geweest is nu iemand wel ja zegt. Ik zie jou de verhaal, maar nee, dat is... Nee, maar vrijgezellenfeest, ik vind dat kut. En Franse zwager, Henk, zo'n kantoormogoltje, die had dat geregeld. Ja, die werkt op kantoor, want ik kreeg zo'n keurig mailtje, weet je wel. Alles keurig op een rijtje, de datum, de tijd. De plek waar we Frans zouden overvallen, onze dresscode, de manier hoe we Frans zouden overvallen. En voor alle bezorgde wederhelften ook nog even het adres voor alle, ja, voor het geval dat. Hoe dom kun je zijn? Vrijgezellenfeest. Maar bizarre was, meteen na die mail kreeg ik een tikkie of ik even €325 wilde overmaken. Ik wist het niet, die mannen blijkbaar ook niet. Ik weet niet of jullie het wisten, ik heb het opgezocht. Vrijgezellenfeesten voor mannen zijn blijkbaar 3 keer zo duur als vrijgezellenfeesten voor vrouwen. Oké, ik hoor een herkenbaar gniffeltje, de rest denkt, ik zeg niks, mannen. Sommige mannen vertellen ook niet hoe duur het was. Nee, maar ik wist dat niet. En vrouwen weten dat blijkbaar wel. Althans, daar kwam ik achter. Meteen na die mail kwam er een reply all. En ik weet zeker dat het van een vrouw afkomstig was, want dat mailtje was verstuurd door Marlies en Gert-Jan forever@gmail.com. Dat maakt een man niet aan, zo'n e-mailadres. Nee. En anders ben je geen man. Maar in die mail, dat was bizar, stond er... Waarom? Nou, zo klonk die mail niet, maar ik doe even een vrouw. In die mail stond... waarom moeten... Nee, waarom moet een vrijgezellenfeest voor mannen, of waarom moet jullie activiteit op dezelfde dag 3 keer zoveel geld kosten als onze activiteit? Nou, ik ben bij de hand, bek, gelijk een mailtje terugsturen. Ik heb niet op verzenden gedrukt, want ik stuurde, ja, hè, waarom moet onze activiteit op dezelfde dag 3 keer zoveel geld kosten die voor jullie? Schat, we krijgen er ook 3 keer zoveel geld voor hetzelfde werk. Ik vind de mannen die nu lachen met hun vrouw erbij, dat zijn mijn helden, ja. Het is fucking comedy, je mag gewoon lachen hoor, ja. Maar het bizarre was, in die mail stond dus niet wat we gingen doen. Misschien mijn naïviteit, was mijn eerste vrijgezellenfeest, maar ik heb een paar voorbij zien komen. Dus ik dacht, ja, weet je, alle vrijgezellenfeesten voor mannen, het is altijd hetzelfde. Bier zuipen, vrouwen lastigvallen en de vrijgezel die loopt verkleed in een dom dierenpak. Verkleed als geluksvogel. Ik had nog suggesties. Ik denk, ja, laten we Frans de pakken nemen. Trek hem een zebrapak aan. Ja, je moet er altijd van die opdrachten doen als vrijgezel. Dat leek mij fantastisch. Maar de rest was het er niet mee eens. Ik denk, doe hem een zebrapak aan, leg hem op straat neer, ga ik erbij staan. Ja, wel een beperking. Als ik erbij sta, mogen er alleen vrouwen overheen lopen. Ik bedoel, ik kan niet wennen hoe het is om getrouwd te zijn. Gingen wij dus niet doen. Nee, weet je wat wij gingen doen? Wij deden mee aan Mudmasters. Een fucking obstacle run. Ik weet niet of mensen dat kennen. Dat is dé trend van het moment. Hindernisbaan. Ik kom uit de jaren 80. Toen heette dat gewoon een hindernisbaan. Een obstacle run. Zijn er mensen die mee hebben gedaan aan een obstacle run? Daar zit er zo een. Oh, die ken ik ook nog. Ook. Godver. Ja, nog meer mensen? Eerlijk? Maak even geluid, ik zie jullie niet. Ja, oké, er zitten nog meer Mongolen. Gelukkig, ja. Maar goed, nee, zonder gekheid. Obstacle run is niet mijn ding. Maar ik vind het belachelijk dat dat de trend van het moment is. Ga je lekker met je vrienden door de modder heen banjeren. Dat is helemaal geen nieuwe trend. Ik ken het al jaren en ik noem het Lowlands. Obstacle runs. Je hebt dus allerlei soorten obstacle runs. Hè. Je hebt de Mud Run, je hebt de Strong Viking Run. Je hebt ook ieder jaar, of dat had je, een hindernisbaan alleen voor vrouwen. Dolle dwaze dagen in de Bijenkorf. Wij deden mee aan Mudmasters. Nou, voor iedereen die nog steeds niet weet wat het is. Als je mee wil doen aan Mudmasters, moet je €57 betalen.
voor fucking apenkoortje in het bos. Ja, maar er is ook goed nieuws. Schijnt, hè? Je kunt kiezen uit 3 verschillende afstanden. 6, 12 of 18 kilometer. Met dit lijf, ja. Wij deden 12. Voor jullie beeld, na de eerste bocht was ik voor de andere deelnemers de eerste hindernis. Ik vond dat kut. En dan ga je dus lekker met je vrienden door en over allerlei hindernissen heen. IJswater tot hier onder de modder. Ik ging helemaal kapot. Boomstammen, klimmerrekken. En als je nou uiteindelijk de finish haalt, nou dan mag je doodmoe bezweten onder de modder op de foto. En die zet je natuurlijk op Facebook. Het kutte was, er deden 1300 mensen mee. En het is een tweedaags evenement. De volgende dag weer 1300 mensen. Ik dacht, dit is geen modderpoel, maar een goudmijn. Oud-Hollandse hindernisbaan. Beetje afstoffen, Engelse naam, marketing. Bracht me wel op een idee. Ik dacht, ga ook iets doen voor groepsuitjes, vrijgezellenfeesten. Ja, ik hou het wel dichter bij mezelf. Ik denk trouwens over een paar maanden dat het echt oud-Hollands is. De kroegentocht. Ja, als je mee wilt doen, moet je mij €57 betalen. 3 afstanden, 4, 8 of 11 cafés. Als je dan de laatste kroeg de dansvloer haalt, dan mag je doodmoe, bezweet, blut en onder de kots op de foto. Zet ik hem voor je op Facebook. Maar het ergste vond ik van die hele fucking obstacle run, de trend van het moment. Ik was kapot. Ik kwam aan bij die finish. Ik was helemaal kapot. Tot hier onder de modder. En ik kom aan bij de finish. Wie zie ik daar als eerste met zijn blije bek gedoucht en wil? Henkie van den Berg, die zwager. Ik zeg, waarom heb je dit uitgekozen, hè? Wie vond dit leuk? Wat heeft je überhaupt kunnen overtuigen om dat te doen? Ja, er stond op de website en in de brochure dat het goed is voor de teambuilding. Je leert elkaar beter kennen. Ik dacht, wat een onzin. Je leert elkaar helemaal niet beter kennen. Ik zat tot hier onder de modder. Ik had geen idee wie er naast me stond. Nou, dan word je dus schoongespoeld met zo'n brandslang. Wat bleek, was ik 12 kilometer met het verkeerde vrijgezellenfeest meegerend. Maar ik had wel meer tijd voor mijn vrienden, ja. Superleuk. Vreselijk. Oh.